In deze video laat ik je zien hoe je energie bespaart met een airco. Of eigenlijk moet ik zeggen hoe je zo weinig mogelijk energie verbruikt. Want een airco slurpt nou eenmaal wat energie. Maar met deze warme dagen kan ik me voorstellen dat je die kosten voor lief neemt. In deze video geef ik je 5 tips. Nou, het allerzuinigst is een ventilator of een aircooler. Deze verplaatsen namelijk alleen de lucht of maken gebruik van koelelementen. Ook voeren deze de warme lucht niet af, waardoor ze dus minder energie nodig hebben. Maar goed, wil je toch een echte airco, dan zijn er wel een aantal dingen waar je op kunt letten om zo min mogelijk energie te verbruiken. Let bijvoorbeeld op de energieklasse. Een airco met een groen energielabel verbruikt al minder energie dan een airco met een minder zuinig energielabel. Ook is het wijsheid om een airco te kiezen met een timer. Zo gaat hij 's nachts vanzelf uit en dat scheelt je al een aantal uur aan energieverbruik. Ook zou je nog kunnen kiezen voor een split airco in plaats van een mobiele airco. Met een split airco hoef je namelijk geen raam of deur open te laten staan voor de afvoerslang. Een deel van de split airco bevindt zich namelijk aan de binnenkant van je huis en een deel aan de buitenkant van je gevel. Het voordeel van een mobiele airco is wel weer dat je hem makkelijker kan verplaatsen. Dus wil je bijvoorbeeld overdag de airco in de woonkamer en 's avonds in de slaapkamer, dan is dat geen probleem. Als het laatst zijn er ook wat meer luxere airco's die naast kunnen verkoelen ook een ruimte kunnen verwarmen. En dit is voordelig in de winter, zodat je je normale gasverwarming niet hoeft aan te zetten. Zo bespaar je dus zelfs nog in de koude maanden energie met je airco. Wil je nou nog meer energie besparen? Neem dan een kijkje in onze bespaartip playlist of klik op de link in de beschrijving.